Tijdens de nachtdienst van 2 op 3 februari 1979, omstreeks 17:45, zagen wij sergeant 1 van Vliet, sergeant de Groot, korporaal 1 de Groot, korporaal 1 de Rode, korporaal 1 Jansen, soldaat 1 Kleuren, soldaat Van Dijzen, soldaat Molhoek en soldaat Welzenbach een merkwaardig lichtverschijnsel die zich over het vliegveld Soesterberg bewoog in de richting De Bilt. De korporaal 1 Jansen en de soldaat Molhoek, die op patrouille waren en zich bij een baankop 10 bevonden, melden via de radio dat er een vliegend voorwerp over de baan naderde op een hoogte van plusminus 150 à 200 meter. Hij vroeg of ik naar buiten wilde gaan, omdat het onze richting uitkwam. Eenmaal buiten gekomen zagen boven vernoemde personen en ik dat er iets kwam aanvliegen met 3 sterk witte lichtbundels die naar voren gericht waren en 1 rood licht naar beneden gericht, die eveneens met een sterke lichtuitstraling. Nadat het over ons heen was gevlogen, konden wij een licht geluid waarnemen. Tevens zag de sergeant de Groot, die net van het Jessenkamp terugkwam van patrouille, ter hoogte van het hek Soestduinen, hetzelfde als dat wij hadden gezien. Het verschijnsel had een snelheid van plusminus 20 kilometer en ging over de baan richting Kamp Nieuw Amsterdam en vervolgens richting De Bilt tot het voor ons uit het oog verdween. Ik heb de wing ops en de officier van dienst hiervan in kennis gesteld. Wat we nu horen, dat zijn de honden van de bewakingsdienst. Sergeant van Vliet. Sergeant van Vliet, u was pelotonscommandant tijdens de waarneming van een zogenaamde UFO op de nacht van 2 op 3 februari. Dat was dus om 6:00 ochtends. Ja, 17:45 morgens, ja. Werd ik naar buiten geroepen, zoals ik net uit het verslag al heeft voorgelezen. En kwam voor mij een heel vreemd verschijnsel over het vliegveld onze richting op. Daar er meer mensen op dat moment van diverse plaatsen aanwezig konden zijn, heb ik zo snel mogelijk gegroepeerd. Daarna hebben we dus ieder afzonderlijk kunnen waarnemen en kwam het object of het verschijnsel bij ons erg vreemd over. Dit hadden wij nog nooit eerder gezien. U werd naar buiten geroepen. Hoe gebeurde dat? Door middel van een radioverbinding. En het was dus een van de mensen van uw peloton die dat dus eerder dan u had waargenomen? Die had het eerder waargenomen. Die was dus tijdens de patrouille al buiten bezig. Hoe klonk hij toen hij u dat doorgaf? Dat is direct op een radio niet zo te merken. Toen ik hem eenmaal later sprak, toen hij terug bij mij op de uitgangsstelling kwam, toen kwam hij wel een beetje... Beetje vreemd, als ik het zo mag gebruiken, over. Toen u naar buiten ging, was u toen alleen? Ik was niet alleen. Inmiddels waren er al meerdere mensen binnengekomen. En ik zat met plusminus 6 mensen op dat moment op 1 plaats. Met 6 mensen hebben we het op 1 plaats waargenomen. En waar waren de anderen van uw peloton? Verspreid over het object hier en op verschillende plaatsen. Kwamen de meldingen van die waarneming tegelijkertijd binnen, van die anderen die dus buiten waren? Nee, toen de eerste melding binnenkwam, ging alles eigenlijk, mag ik het woord alarm gebruiken. En iedereen ging dus een zodanige plaats innemen en de lucht aftasten van waar kon dat zitten. Omdat er verder geen locatie aan het object werd gegeven. Wat was uw eerste reactie toen u het voorwerp waarnam? Mijn eerste reactie... We zitten op een vliegveld, je denkt een vliegtuig, maar het werd steeds vreemder omdat je geen geluid waarneemt. Een vliegtuig, dat weten we allemaal, dat produceert ook een geluid. Toen het eenmaal over was, verbaasde het mijzelf ook wel. Wat er in de anderen op dat moment die bij me waren omging, weet ik niet. Maar dat is vreemd, iets voorbij zien vliegen, iets met een zeer langzame snelheid. Laag uiteindelijk. En met zoveel licht en op zulke rare plaatsen. Wij weten alles van vliegtuigen. We hebben zo'n vliegtuig, als het zo mag noemen, nog nooit gezien. Glasheldere contouren? Ja, dat wel. Meer een venstervorm. De lichten, als je... Laten we vergelijken, als je een auto op je af ziet komen, waar dan ook, dan zie je wel fel licht. Je kunt niet zien dat het licht omringd wordt door... rand, bijvoorbeeld de koplamp. Dat zie je niet. Hier kon je dus uit bepaalde hoeken wel iets waarnemen. Dat het echt een bundel recht vooruit was. En dat die als het ware uit een soort koker kwam. Dat was ongeveer 6:00 ochtends. In die tijd, in de maand februari, begin februari, was het aardig donker. Het was nog behoorlijk donker, ja.
de reactie van de andere mensen tijdens de waarneming. Hoe klonken die op het moment van de waarneming zelf? Nou, op het moment van de waarneming was het juist stil. Iedereen verbaasde zich toen het overkwam. Pas daarna, toen het weg was, kwam pas die reactie. Mensen gingen niet door hun intercom schreeuwen? Nee, dat was, het was dus een radiostilte op dat moment. Van schrik? Ja. En hoe lang heeft die radiostilte ongeveer geduurd? Nou, plus minus 5 à 7 minuten. En wat gebeurde er daarna, toen het voorwerp uit het zicht was verdwenen? Ja, daarna dan, neemt iedereen zijn post in. En een half uur daarna kwam onze eerste groep al binnen die ons zal aflossen weer. En dan wordt er over gepraat. En juist op dat moment heb ik ontdekt, vooral bij het dienstplichtige gedeelte van deze mensen, dat er toch een bepaalde angst vanaf kwam. Zeker van die eerder genoemde soldaat op patrouille. En die met die melding van die korporaal toen binnenkwam. Die stond mij aan te kijken van wat heb je me nou geflikt? Of ik dat apparaat nou naar boven had gestuurd op hem af. Speciaal dus op hem gericht. Zo kwam dit bij mij over. Ja, dan degene van de hoofdpoort, ga gewoon beginnen en dan hou je hier aan. Om een totaalbeeld te krijgen van wat er die nacht gebeurde, werd voor deze radioreportage door de luchtmacht een reconstructie op touw gezet. En dat gebeurde in een instructielokaaltje op Soesterberg, waar behalve 10 van de 12 betrokken bewakingsmanschappen ook de kapitein Kastenmuller en adjudant Proosten van het bureau voorlichting van de vliegbasis waren. Deze twee mensen stonden voor een schoolbord om op aanwijzing van de aanwezige militairen een situatieschets te maken. Verder was er ook nog een man in burger die zich later bekend maakte als veiligheidsambtenaar. En die man was er dan om te voorkomen dat de zogenaamde dienstgeheimen zouden uitlekken. Want per slot gebeurde het allemaal op strategisch militair terrein, waar het vol met starfighters en andere dure brulijzers staat. De reconstructie dus. Voor mij ging het zo verder over dat hij over me heen kwam. Hoe hoog weet ik niet. Ik schat 200 meter, maar ja, het kan best hoog zijn, want het is nas. Nou, en het was een boemerangmodel. En vrij groot was hij ook. Hoe groot, dat weet ik ook niet, maar het waren, die lampen zaten ver uit de kamer. Je zag in de verte 2 verschillende lampen. Dus als je 2 felle lampen ziet van een vliegtuig, dan zie je het normaal als ze bij elkaar zitten. Dit waren duidelijk twee verschillende lampen. Nou, toen kwam hij langzaam over. Verderop had hij schijnbaar stilgestaan, maar ja, dan kun je van naartoe komen, kun je dat niet zien. Want het duurde heel erg lang voordat hij was overkwam. En dat ging heel langzaam. Nou, en, hoe hard we dit, dat kan ik ook niet zeggen, maar bijna geen geluid, een bromfietsgeluid en zo. Ja, want omdat iedereen zijn portofoon had aanstaan, ja, die hoorde, precies, hoorde iedereen jouw waarneming. Ja. En jij stond op de poort bij Kandy Amsterdam en jij liep er buiten. Er zat nog iemand anders in die jeep, hè? Ja, dat was niet. Klopt dat? Heb jij ongeveer dezelfde waarneming? Ik heb dezelfde waarneming gezien, maar alleen maar dat er een rode lamp onder het zon. Ja, ik heb het gezien. En toen stond hij bij... Ik zat op CNA, op zo'n post. En ik hoorde over die set hoorde ik dat er een waarneming was gedaan van de UFO. En ik denk, nou, die is dan de boel in de veiling te nemen. Hè? Dus, en op een gegeven moment kijk ik zo naar buiten en zie ik zo in die ramen hetzelfde wat hij zag. Ik zag een paar lampen zag ik in die ramen om afkomen zo. Ik denk, nou, dat zou een auto zijn. Maar toen kijk ik zo omhoog, want dat ding was hoog. Dat hing hoog in die ruit. Dus ik denk, hé, wat is dat nou? Dus ik ga naar buiten. En ik sta buiten om te kijken. En toen zag ik iets stil hangen zo, ter hoogte van de baan ongeveer. En ik zag dan 3 witte lampen en 1 rode. En nou, op dat moment kon ik nog helemaal geen model zien van het voorwerp. En heb ik een poosje staan kijken. Dan heb ik aan die Amerikanen gevraagd, want ik zit al bij die Amerikanen, had ik gevraagd of die Amerikanen soms aan het oefenen waren of zo met vliegtuigen. Ja, dat kan altijd zijn natuurlijk. Of met helikopters of zo, maar dat was ook niet het geval. Dan zijn we weer naar buiten gegaan, stonden weer te kijken. En toen zette het voorwerp, dat zette zich in beweging richting die post waar ik dus mij bevond op dat moment. En nou, dat ging heel langzaam, ging dat. Dat ging ontzettend langzaam. En het was ook niet een bepaalde, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, het was niet hoog. En nou, het vliegtuiggeluid maakt het dan sowieso niet. En zo'n vliegtuig, hoe hoog het ook hangt, maakt een ontzettend baal. Nou, dat ding hoorde je anders niet, je hoorde echt een heel zacht geluid.
En dat was ook nog zo, dat het, je zag dat voorwerp, zullen we zeggen, boven je hangen op een gegeven moment. Maar dat geluid, dat was nog verder van je af. Dus ik zou maar zeggen, als een vliegtuig aardig op vliegtuigs geluid, dan zie je die vliegtuig ook 100 meter verderop. En dan het vliegtuig is over en dan hoor je dat geluid nog eens een keer aangaan. Zo hoorde je dat ook. Alleen het ding ging ontzettend langzaam. En het geluid hoorde je ver achter. En toen kwam het heel langzaam op me af. En ik stond zo buiten op straat en keek omhoog. Op een gegeven moment hing hij boven me, want omdat hij zo langzaam ging, kon je hem goed zien hangen zo. En zag ik ook de vormen van dat ding. En het was achterop waar die rode lamp zat, want die lampen, die witte lampen, het waren er drie. Ik zat in een driehoek. En laten we zeggen, ja, zo'n gelijkbenige driehoek. En daar zaten die witte lampen op de hoekpunten. En er was een rode lamp, die stond recht tegenover de voorste lamp. En die stond ietsjes buiten die twee andere lampen. Dus verder nog. Achteraan het toestel, zou ik maar zeggen. Nou, ja. En toen kwam die over. Het was, bij die rode lamp was het ongeveer een rechthoekige vorm. En dan naar die punten toe zag je echt een streep lopen zo. En weer schuin naar voren. En nou, waar die witte lamp had, kon ik het niet goed zien. Die voorste, want die was ontzettend fel. En dan kon ik de vormen niet meer zien. Zo'n vorm was het, ja. Een driehoek met een rechthoek onderaan, zou ik maar zeggen. In de midden. En verder kon ik de vorm niet zien. En het was die over. Dat ging ook langzaam. En zou ik maar zeggen, ter hoogte van de Doldersweg ongeveer. En ik draai hem om dat ding te volgen. En in één keer was hij weg. Het ging ontzettend snel. En richting Doldersweg ging hij. Over mij heen. En in één keer was hij weg. Was heel snel weg. Hoofdafstand de pelotonscommandant en die hoorde ook op die, op die set, die radio set, die melding. Naar aanleiding van die oproep van hem zijn we naar buiten gegaan. Ik dacht een man of een paar man, precies weet ik het niet. En ben ik opnieuw naar binnen gegaan omdat het niet te zien was. En weer gevraagd aan hem wat hij dan precies zag. Nou, op een gegeven moment hoefde dat niet meer. Ik werd alweer naar buiten geroepen van, ja, er komt iets aan. En precies naast ons, nou, commandocentrum noem ik het dan maar. Zag ik dus drie felle lampen naar voren, witte? Nee, naar beneden. Hoogwacht. Ja, dat is daar. Ja. En ongeveer, nou pakweg een 150 meter verder, naar boven, ja, daar. Daar kwam hij van mij over, ja, met drie sterke lichtbundels, witte lichtbundels naar voren. Ja, daarheen, nee, andersom, daarheen. Richting CNA weer. Ja. Want die melding die wij dus binnenkregen, zijn gegevens namelijk, die zijn van iets later tijdstip. Dat kan ik ook wel ergens daarin vertekenen. Dat hij kwam bij ons over, dan passeert hij de baan, daar bleef hij hangen. Ja, die richting ging inderdaad op, ja. Dan bleef hij hangen, boven een bepaald object. En daarna, dat wegschieten, dat gebeurde toen ook, dat hij waarschijnlijk van CNA beter te zien welke richting die uitging. Want dat was voor ons in verband met de bebossing en dergelijke, niet meer waar te nemen. Dus dit sluit aan? Dus. Ja. Ja? Eén felle rode bundel van mij naar beneden en die ging bijna recht over ons hoofd. En wij stonden nou, op die weg langs ons commandocentrum. Dat is wat ik heb kunnen waarnemen. Met ons een aantal mensen die kunnen. Met een aantal mensen, ja. Bij de hoofdpoort, die was ook bezet op dat moment. Ja. Ik stond buiten en hoorde je over de set van UFO's waargenomen. Nou, we stonden een beetje te lachen op die poort, want UFO's waarnemen, dat was gewoon niks. Nou, we bleven een beetje rondkijken. In één keer zagen we iets voorbij komen. Drie felle lampen, voor mij scheen één witte lamp. Recht naar beneden over die landingsbaan heen. Want ik dacht dat ik de landingsbaan ook goed kon zien. Zo? Ja, één naar beneden, twee recht vooruit. En erachteraan kwam nog een rode lamp. Nee, dat kon ik niet zien. Waarschuwingslamp. Ja. Maar in ieder geval één witte lamp duidelijk goed naar beneden. En je zag hem dus van de zijkant, maar je kon er wel niks onderscheiden van het toestel. Maar in ieder geval, hij was voorbij. En toen kregen wij pas dat geluid te horen wat dat ding maakte. Ja, maar dat snap ik niet, want hij gaat daar naar de rechterkant toe. Maar wij zagen hem van bovenaf overkomen. Want dat snap ik niet. Zo van de overhoort. Want als u dat geluid... Als u na die melding van hem, 5 minuten daarna zagen wij hem pas overkomen. Dus dan snap ik niet dat... Hij is meer gemaakt overkomen. Dat schijnt, dan is hij helemaal zigzaggend gegaan zoals ik dat nu zie. Dan moet dat wel. Dan moet dat wel. Dan moet dat wel. Waarmee denk ik de baan niet helemaal zo getekend is hoor. Nee, want... Na jouw melding.
Ik zat boven, zat een spelletje te kaarten met die jongens. En er wordt ineens geroepen van beneden af van, jongens, kom buiten kijken, er is wat gezien. Ja. En we horen iemand over de set horen zeggen van, kijk naar een bepaald punt. Dus we doen dat. En door de bomen konden we niet precies zien waar het zich afspeelde. Dus bijna iedereen loopt in naar buiten en dan blijven een paar jongens blijven er buiten staan. Omdat die toch gewoon geloofden dat daar wat plaats ging vinden. Nou, een paar seconden daarna wordt er weer geroepen, kom naar buiten. Er is wat aan de hand daar. Dus we lopen naar buiten en er komen inderdaad drie lichtbundels en een rode lamp. Komen er dus aan. Nou ja, ik stond er zelf verbouwereerd van te kijken. Want, ja, normaal gesproken, je ziet zoiets, iedere dag zie je het niet. Het was heel raar. Je kon het niet vergelijken met een vliegtuig. Je kon het niet vergelijken met een zweefvliegtuig. Het maakte bijna geen lawaai. Dus ja, het was onvoorstelbaar gewoon. Ik voelde de tinteling in mijn voeten. Versteend? Ik stond er versteend. Ik kon er nog wel een woord uitbrengen. Omdat ik toch naast een betrouwbaar persoon stond. En dat was mijn PC. Een pelotonscommandant heet dat. En ik denk van, we staan hier met z'n allen. We zien het allemaal. Dus we hebben een beetje vastigheid. Er ging een rilling door mij heen. Want misschien raar. Ik heb me ook al een klein beetje verdiept in dat soort zaken en zo. Ik heb op een vorige vliegbasis hebben we ook zoiets meegemaakt namelijk. Dat was ook heel raar. En daar heb ik jongens terug zien rennen. Die waren gewoon bang. De hele rotzooi hebben ze daar laten liggen. En die zijn teruggerend. Dus dat weten ze hier trouwens ook niet. Toen je dat ding voor het eerst zag. Ja. Toen voelde je angst, maar kon je wel meteen met die man die naast je stond praten? Ja, daar kon ik meteen mee praten. En die zei, hij zei, wat ik zei? Ja. Ik zei, wat is dat nou? Hè? Gewoon, niet echt schreeuwen. Ik raakte ook helemaal niet in paniek. Ik ben over het algemeen nog wel een rustige jongen. Ik vond het gewoon heel raar. En ik stond er gewoon naar te kijken. En dat duurde een minuut of vier, vijf. En je staat het zo een beetje aan te gapen. Sta je al die tijd dan versteend te kijken? Of is er ook een moment dat je kalm wordt en je zegt van, ik weet ontzettend goed wat ik zie? Ja, het is namelijk bij de vorige ervaring van de vorige basis was het dus zo van, er is wat gebeurd. Ik had het toen zelf niet gezien. Die jongens die kwamen met grote rode ogen, kwamen ze binnen van, ze hadden iets gezien wat ze niet konden verklaren. En nou weer. Dus toen dacht ik dus aan dat punt waar de jongens op de vorige basis waar ik dus gezeten. Die dachten dus van, heel raar. En nou dacht ik er weer aan die jongens. Ik zag die jongens, zag ik staan. En ik was dan de uitverkoren om in dezelfde situatie te zijn. En ik vond het dus heel raar. Waaruit blijkt, dus namelijk later. Wat er op de basis wordt er gezegd van er zijn luchtspiegelingen en toestanden en zo. Maar ik geloof daar namelijk niet in. Was je bang dat je gek verklaard zou worden? Nee, dat dus niet. Omdat ik met een bepaald aantal personen het heb gezien. Je voelde je wel sterk. Ik voelde me sterk op dat moment. Als ik het in mijn eentje had gezien, had ik waarschijnlijk niks gezegd. Had je behoefte om met veel mensen erover te praten? Ik had veel behoefte. Het was dus namelijk, We hebben er nog uren over zitten te praten en zo. Met de inwonende jongens. Ik ben dus namelijk inwonend hier. Hoor. We hebben er dus steeds over gepraat. Je staat constant in de lucht te staren. Dat is heel raar. En bij me thuis ook. Heb ik dus nogal wat ruige vrienden. Motorrijden. Zo noemen ze dat dan. En die verklaren je allemaal van gek. En dan voel je je een beetje lullig. Want dus hier op de basis kan je er makkelijker mee praten met je collega's? Ja, met mijn collega's. Kijk, het was dus namelijk, het was om 17:15 was het gebeurd. En om 18:30 dan komt de aflossing, dus wij zitten daar weer boven in het wachtgebouw. En die jongens die komen boven. We hebben er nu van gezien. Jullie zijn gek, jullie zijn maf. Daar geloven wij niks van. Dan hou je mond maar weer. Want dus het valt toch niet tegenop te boksen. Ik vond het wel interessant. Ja, als je blind geweest, zeker weten. Zo was zo fel licht, jongen. Je kon de voorste kamer. Zo ongelooflijk fel toen hij bij mij overkwam. Want ik kon de hele voorkant van het hele ding niet zien. Ik kon tot op de helft zien en voor de rest kon ik helemaal niks meer zien. Zo fel. Ik kon de lichtsterkte volgens mij geen silhouet waarnemen. Ook al ging die over. Alleen dit achterste stuk kon ik zien omdat hij minder fel was. Toen die jongens overkwam, dat zijn precies silhouet eigenlijk. Maar ja, hoe het precies uit alleen de voorkant heb ik gezien. Hoe die lampen precies zaten. Dat een driehoekmodel was voor de punt eigenlijk. En de achterkant, de voorstuk wel, de achterkant had ik niet kunnen zien.
Jullie zaten op de mooiste plaats om dat aan te nemen. Ja, ik doe dat. Dat hij doet het zelf. Hebben jullie... Hij mag ook zelf zeggen waar hij gezien heeft eigenlijk. Ja, kom maar. Want, Hoe jij... Hoe ik heb gezien, ik zag twee grote witte lampen, zeg ik, in de veer hangen. En op een gegeven moment kwamen die dichterbij. Nou, die lampen die waren ontzettend veel. En ik dacht in een stervorm, zoveel waren ze. En die kwam heel langzaam dichter buiten. Nou, die kwam dan tijdelijk kwam het over. Nou, toen zeg ik, onderop hing een rode lamp. Nou, je zegt wel een verlichting van de onderkant een beetje, maar... Want die waarnemer, je zegt, die kloppen bij jullie allemaal vrij aardig, hè? Bij elkaar. Hebben jullie hem wel allemaal één rechte baan zien vliegen? Dat maak ik op uit wat je nou gereconstrueerd hebt. Bij mij is hij gewoon recht overgekomen en hij is één rechte lijn. Alleen op een grote afstand waren twee lampen. En net wat ik toen straks al zei, als je een vliegtuig ziet van afstand aan zien komen, die hebben ook twee lampen, neem ik al van een Phantom of zo. En dan zie je altijd als één lamp samen, als je op een grote afstand. Maar deze waren duidelijk twee lampen van een grote afstand. Ik denk dat dit mens groot was. Want als je die lamp, als je nagaat, als je een vliegtuig ziet, zo van 100 meter afstand, nou, doe maar met je vingers, dan is het misschien 2 centimeter wat je ziet. Maar als je nagaat dat ding, dan zeg je die lampen, nou je zegt echt dat het een ontzettend stuk uit elkaar stond. Hier is geen afstanden. Afstanden? Schatten ze ongeveer. Nee. Ik weet het misschien... Van die baan, van die baanenkop, van de bovenste, waar de hoogpoort staat, van die baankop, nou hoe lang is de baan? 3,5 kilometer geloof ik. 3,5 kilometer, dus van die baankop tot over me heen heb ik hem gezien. Nee, dat doe ik niet. Je spreekt over twee richten. Ja. Afstand schatten tussen de richten. Ik zeg van nou, zo groot is het voor een Nou, dat is misschien terugmeten. Zo dicht bij elkaar, dat is een meter of 25. Ik geef op een gegeven moment gewoon een bundel 25, 30 meter zo. Schat ik hem. Ik wil nog even doorgaan over die baan. Hij zei een rechte baan. Jij zei dat toch net anders was. Ja, ik heb hem dus stil zien hangen. Poosje. Want, ja, ik zat op bij de Amerikanen toen. Ja? Was jij alleen toen je dat ding voor het eerst zag? Nee, ik was met hondengeleider. Ik stond op de baankop. Met de jeep dus. Dus dat we die twee lampen in de verte zagen. Die kwamen dus naderbij, heel langzaam. En toen kwamen ze over. Toen kwam het over en toen zagen we dus een rode lamp in het midden. Ja. En een heel vaag geluid. Ja. Wat ging er in je om op het moment dat je dat ding zag? Wat voelde je van binnen? Ja, ik was lang. Ik was vrij bang. Ik dacht, ja, je weet niet wat er gebeurt, je ziet zo'n ding op je afkomen. Dan denk ik, nou, zo direct de land die. Nou, misschien nemen ze wel mee naar een andere planeet of zo. Dus ik was wel bang. Wat heb je gedaan? Bewoog je of bleef je doodstil staan? Ik heb gewoon doodstil heb ik er gestaan. Alleen gekeken. Had je het gevoel dat je niet meer kon bewegen, net zoals in een droom waarin je vastgenageld bent? Ik had me wel gewoon kunnen bewegen, dat wel. Hoe lang duurde het voordat je zover kwam dat je zei van, nou weet ik precies wat ik zie, of nou heb ik het goed... nou heb ik echt scherp gesteld met mijn ogen, hè? Dat je dus niet meer uit angst kijkt, maar dat je rustig kijkt. Echt scherp gekeken, dit heb ik vanaf het begin gedaan, Ben je er meteen over gaan praten met degene met wie je was? Nou, vrij weinig gezicht. Gewoon een paar dingen. Wat zei je? Dat we bang waren. Dat we er wel in geloofden. Dat soort dingen. UFO's. Zover waren jullie al gekomen dat jullie dachten misschien dat het een UFO kon zijn? Ja. Maar praatte je zenuwachtig? Praatte je kalm? Probeerde je stil te zijn? Ik was wel zenuwachtig. Daarna ook. Nadat ik het gezien had. Voel je op zo'n moment echt geïsoleerd? Geïsoleerd niet, want we hebben het met een heleboel mensen gezien. Alleen ja, je was daar. Je was er met z'n tweeën, dus je was in de stik donker. Verder niemand om je heen. Dus ja. Maar toen ik samen met die anderen waren, toen voelde ik geen angst meer. Alleen toen ik 's ochtends naar huis ging, toen liep ik ook alleen over de weg. En toen was ik wel bang. Als je nu 's nachts buiten komt, kijk je vaak naar boven? Ik kijk wel naar boven of ik nu wel eens wat zie. Nee.
Wat voel je dan? Ook weer een soort angst? Of? Nou, dat niet, nee. Heb je behoefte om erover te praten met je collega's daarna? Ja. Ik heb er met mijn collega's over gepraat en thuis ook. Kon dat thuis? Ja. Hoe reageerden ze? Nou, ze geloofden wel wat ik zei. Dus, Waarschijnlijk als je het een uur daarna nog gehoord hebt, wat waren er nog meer? Ja, je gaat vreemde dingen gaan zeggen, want je gaat gewoon met elkaar gaan erover praten, over de Bermuda-driehoek en over dit en over dat. Dus misschien maken jullie elkaar ook wel wat wijs. Maar het was niet, ik vind het niet normaal, dat vind ik tenminste. Als ik een uur lang een lijnvliegtuig hoor, want het is dus eigenlijk ja, gewoon een vliegtuig wat heel erg hoog zit. Ja. Nou, dat hoor je een uur lang. En dan gaan een transformatorhuisje zijn. Ja, maar dat hoor je anders ook niet als je in de nacht staat. Dat zit daar ook niet in de buurt ook. Nee. Maar je kan ook waarnemen, ja. Als je daar buiten staat, dan hoor je alleen maar geruis. En als een auto rijdt ergens, nou, het is een hele hente auto's die daar vandaan rijden, maar die hoor je al rijden. Je hoort alles daar. Je gaat er ook vanuit dat je een normale Hollandse jongen bent en dat er niks in je oren mag heen. Ja, nou, dat vind ik gewoon zo. Heb je die kunde ervoor gehad? Nou ja, dan hoor je van tevoren hoor je ook al wat verhaaltjes. Ik heb namelijk op de vliegbasis Delen heb ik ook gezeten. En er zijn ook verschillende waarnemingen zijn daar geweest. Dat hebben ze ook nooit kunnen beleggen in verschillende zaken. Nou ja, dan zit je te denken en je leest wat literatuur, dan lees je er wat over en zo. En dan op een gegeven moment, nou ja, dan zie je zoiets. En dan begin je ontzettend... Nou, hier dacht ik dus van nou, ze zijn helemaal gek. He, met dat zoiets geloof je niet. Iemand praat over een UFO, over die dingen. Nou, meteen als iemand het woord UFO laat vallen, denk je van hey, vliegende schotels en toestanden. Maar dan denk je verder, dan denk je ja, een unidentified flying object. Je denkt, nou, dat kan natuurlijk ook wat anders zijn. Hè? Dus je gaat naar buiten, je kijkt door in die lucht en je ziet wat. En je denkt, nou, dit kan niet zijn, zo kan niet zijn, zo kan het niet zijn. Dus dan ga je denken van wat is dan wel? Hè? En je weet niet wat het wel is. En een ander weet het ook niet. En je denkt, god, wat moet dat dan wezen? Hè? Komt het wel van deze wereld af en allemaal van die dingen? En je ziet het heel langzaam op je afkomen. En je kijkt zo wat het is en je kan het nog niet zien. En je denkt, Jezus, waar sta ik eigenlijk naar te kijken? Hè? Kan ik het niet beter zien? Hè? Nou, toen dacht ik bij mij, kan het niet naar beneden komen? Kan ik dat niet bekijken? En zo. Want ik had het eerlijk gezegd, ik had het graag willen zien allemaal en zo, hoe dat in elkaar zat. En nou, toen was het in één keer zo'n snelheid weggegaan. En, ja, je vond het in ieder geval ontzettend vreemd. Je ging erover praten met jongens onderling die het ook gezien hadden. Want eerst zei je toch maar niks nog tegen die anderen. Want je denkt, ja, wat gaan ze zeggen? Als tegen iemand tegen mij zegt van, nou jongen, ik heb een vliegende schotel gezien of een UFO hebben gezien. Dan denk je van, man, je bent helemaal geschift. Ja, dat, je bent gek, want je loopt te dromen en zo. Want dat geloof je niet, weet je wel. Want je denkt, ja, heb je hem weer met zijn verhaaltjes. Dus ik, nou, dan kom ik thuis bij mijn vrienden en ik denk, nou, zal ik nou wat zeggen erover, want hoe zouden ze reageren, hè? Dus nou, toen heb ik inderdaad, toen gezegd van, eerst erop aangespeeld zo, hoe reageren ze erop? En toen heb ik gezegd, nou, ik heb dat inderdaad waargenomen dan. En toen zeggen ze van, ja, je bent gek, man, hier neem nog een pilsje en dan is het niet zo stom te ouwehoeren en zo. Nou, dan denk je ook bij eigen, nou, barst allemaal met zo. Ik heb het toch zelf gezien, weet je wel. Het is toch geen onzin te vertellen. Nee, het is echt waar. En toen heb ik ook gedacht van, nou, in godsnaam laat ze dat uitzenden of laat het in de televisie komen of zo. Want ze denken allemaal dat je geschreven bent en dan denken ze nog. Van, als ik aankom lopen, zeg hey, Maasman is je weer. Zo wat je getreid hebt en zo. Dan denk je, nou, praat ik er ook niet meer over. Gewoon. Met hun niet meer, maar met wie wel? Nou, met niemand meer. Nee. Je wordt gewoon eens achterlijk beschouwd hier. Ook niet hier op de basis, met nee, je collega's? Nee. Je hebt het zelf ook meegemaakt. Nee, je praat helemaal niet meer over. Gewoon. Je denkt van, maar buis maar. Met een vriend van mij wel dan. Frank. Of voor de rest niks. Dan praat je gewoon niet over. Met z'n tweeën hebben hier wel eens over, ja. Komen nog een vel overheen qua karakter. En ja, we zitten wel eens ergens mee, praten we uit. En dan met die dingen ook, praat je ook met elkaar erover. Maar je komt er toch niet uit. Het is wel lullig dat je alleen staat. Want je wil met iemand praten en iemand wantrouwt je. Op die manier kun je niet praten. Ja, thuis en zo durf je het eigenlijk niet goed te zeggen. Ja, wat moet je ervan zeggen? Wat moet je vertellen? Je staat je lachend aan te kijken en zo. En ze denken van, nou, dan heb je hem weer met zijn verhaaltjes. En dat heeft hij allemaal leuk bedacht. Zo, dat vind ik een goeie. Die zullen we opschrijven. Die zullen we onthouden. Je voelt zo ontzettend hartstikke lullig gewoon. Volgens mij komt gewoon, kijk, jij bent, het is uniek zoiets. Zoiets ziet niet iedereen. En dan geloven die mensen dat ook niet. Dat geluid, kunnen jullie dat geluid met elkaar vergelijken? Hebben jullie dat besproken met elkaar? Wat voor soort geprobeerd om daar bij elkaar in de buurt te komen? Een soort feungeluid. Er werd eerst nog gepraat over een bepaald type vliegtuigmotor. Met ontzettend weinig geluid. Maar ja, kijk, een zweefvliegtuig maakt meer geluid. Eerlijk waar. Dan hoor je dat gieren van die wind.
Kan ik misschien eens een vreemde vraag stellen? Hebben jullie iets geroken? Nee. Totaal niet geroken? Nee. Want eigenlijk... Komt eigenlijk uiteraard na de instanties gewaarschuwd hebben, heb ik daar actie op moeten nemen, uiteraard. Voor eventuele waarnemingen. Mm-hmm. Nou, ik dus hier verder niets over zeggen, maar dat heb ik dus allemaal uitgevoerd. Yeah. Er is niets zwaar nodig. Nou, ik heb wel wat geroken, maar dat was in die splicht normaal. Jawel hoor. Moest er wel. Dat wist er eruit. Uitknippen. Maar de waarneming van het geluid klopt bij jullie dus. Ja, is allemaal wel fun, lichtmotortje, ja, lichte bromfiets. Je moest niet praten. Ja, ja, moeilijk hoor. Het is heel slecht geluid. Regelmatig geluid? Ja. Dat is één toon meer. Hoge toon, lage toon? Ja, dat is een brommig. Brommig? Dat is hoog. Een beetje dit zacht. Ja, zacht geluid. Gedempt geluid. Gedempt geluid, ja. Ja, zeker weten, zeker. Ja, het scheelt je. Het eerst dus niet. Nee. Het viel niet op helemaal, gewoon het geluid. Maar het was gewoon niet het... Als je zegt van, nou, het kan de wind zijn of zo, maar het waren ook helemaal niet. Of zo. Was je alleen toen je dat ding zag? Nee, we waren met 3 man. Dus, nou, dan... Hij is al wel even gek te kijken, hoor. En ik ben er zelf een beetje in geïnteresseerd in die dingen, want ik heb het wel eens vaker gezien. Maar ja, op het moment dan schrik je nog niet zo, maar later als je dan alleen staat, echt alleen. Want je staat dus altijd op een gegeven moment een half uur alleen buiten. En dan ben je toch ergens wel een beetje bang in de diepe. Ja, dan beknijp je het je wel. Het is wel waar. Maar dat, of zo, ja, ik weet niet. Je staat met een pistooltje en dan denk je, ga je denken van verrekken als ze wat gaan doen. Hè, ze geschieten of zo. Je gaat echt aan die science fiction films denken. Ja, en dan ga je allemaal van die rare beelden ophalen. En dan moet je gewoon loslaten allemaal. Voel je van binnen wat beklemd? Of? Ja. Ja, later pas, op het moment niet. Maar toen ik echt alleen stond, want toen die kwam, toen roepte die jongen die buiten stond, die riep ons dus. Ja, en die zei, moet je nou eens kijken, deed dat ding. En nou ja, toen, god joh, je kijkt ernaar en later dan ga je pas echt nadenken wat het kan zijn. En dan beknelt het je wel een beetje, joh. Ja. Had je behoefte om erover te praten op het moment zelf, met de anderen? Met ja, zeker. Ja, dat deed ik ook wel. Want je gaat dan allemaal, dan krijg je natuurlijk allemaal sterke verhalen. Ja, en als je dan een ander vertelt thuis of aan je vriend of zo, nou, dan is het allemaal, geloven ze allemaal niet. Wat zeg je op het moment dat je het ding nog ziet tegen elkaar? Ja, je gaat oorzaken zoeken, hè. Van, wat kan het zijn? Echt een ufo of zo, van marsmannetjes, nou, dat wil je niet aan, dat wil je echt niet geloven. Maar ja, dan ga je denken aan spionage, vliegtuigen uit Rusland of waar dan ook vandaan. Maar ja, dat geloof je ook niet, want die hebben wel satellieten boven de lucht zitten, dus die hebben niet zo'n vliegtuigje nodig. Praat je zacht, praat je hard? Ja, je bent stil. Op het moment dat ding langskomt, dan zeg je niks. Dan sta je van, oh, net alsof er een stuk vuurwerk in de lucht gaat, weet je wel. Maar ja, dat is heel vreemd. Kon je er daarna makkelijk over praten met anderen? Of had je toch het idee van, ze verklaren me misschien voor gek? Ja, ze geloven niet, hè. Ze denken dat je sterke verhalen afloopt aan. Maar nou heb ik dus bij een meisje thuis, die heb ook een zwager. En die is er ook, die hebben ook wel eens vaak van die dingen gezien. Ja, en de rest, als je het zo vertelt, dan lachen ze allemaal uit. Van, je ziet altijd van die dingen. En ze geloven je gewoon niet, ze lachen je gewoon uit. Nou, daar vind ik dit wel gaaf, dat zo is. Nou, ja, dan is het eigenlijk echt eens een keer dat een bewezen feit is. Dat vind ik gewoon mooi. Voetballerstadion, je staat daarin te kijken. Nou, hij vergeet het, maar dan zie je helemaal niks meer van het stadion, hoor. Zo'n fel lampje was dat. Nou, die meteogegevens die in dat onderzoek hier wat daags daarna is gehouden, door ons eigen meteodienst zijn vastgesteld, dat was op dat moment... De temperatuur 2 graden onder nul was. De vochtigheidsgraad was 77%. De wind was noordwest, 9 knopen. Wolken was 8/8 op 4500 voet. Het zicht was 25 kilometer en de luchtgesteldheid was stabiel. Ja, je zou wel gek te kijken natuurlijk. Je ziet iets en je weet niet wat het is, maar je ziet toch wat bewegen. En je ziet die lampen en alles. Je vindt het toch wel gek. Er gaat toch wat door je heen van, wat krijgen we nou? Hoe lang duurt het voordat je, laten we zeggen, tot een precieze waarneming komt? Dat je echt alles weer bij elkaar hebt en zegt van, nou weet ik waar ik naar kijk. Ja, je ziet hem weggaan en je ziet hem dus en dan is hij in één keer, dan ga je pas beseffen wat het is eigenlijk. Wat voorbij is. Ja, dus dan ga je gaat er dan later pas over nadenken en denk je, gek eigenlijk, wat krijgen we nou, hè? Je gaat toch denken van, nou, dan moet het toch wel... op andere planeten mensen zijn of wat ook, of dierlijke wezens, ik weet niet wat het zijn natuurlijk. En je gaat wel denken van, ja, er gaat iets geks door je heen van, wat krijgen we nou? En zullen we toch op een andere aarde terechtkomen of wat ook? Ik weet niet, je gaat gek denken.
En thuis zei ze ook van nou, wat krijgen we nou? En belachelijk eigenlijk. En dan zeggen ze wel van nou, het zal wel niet zoveel wezen of zo. De hoofdwacht richting, daar, die kant op. Ja. Konden wij sterren waarnemen, op die kant uit wegschoten. Hebben we daar nog, nou, als één keer nog wel een drie kwartier ongeveer, met groepjes, hebben we daar gaan observeren. Ik vond het ook heel wel van onze kant uit sterren waarnemen. Dat gaat allemaal, dat kunnen we doen. Je blijft gewoon in de lucht kijken. Je blijft kijken, ja. Je hebt één keer wat gezien. Als je dan de sterren ziet fonkelen, dan denk je, dat ga je juist naar. Dan denk je gelijk van, hé, zou dat de wereld zijn? Hoef je dat niet meer. Hebben jullie nog lang kunnen volgen? Niet verdwenen. Nee, dat is juist. Boven dat punt, waarneembaar voor mij, vanaf de hoofdwacht, heeft hij stilgehangen boven een bepaald object. Hier niet nader te noemen. En daarna schoot hij voor mij naar rechts weg. Dat klopt precies met het beeld van hem, waar hij zat. En vanaf dat moment heb hij dat pas kunnen waarnemen. Maar hij heeft hem ook naar hem toe zien komen. Dat hebben wij al lang gezien hierboven. Ja, ik had hem stil zien hangen ook. Dat kan kloppen, want dat heb ik ook gezien, maar het is voor ons wat moeilijker, omdat het weer een behoorlijke afstand is, hoor. Tussen hoofdwacht en die plaats waar hij dus hing. En daar ging hij naar mijn smaak ook stil. En daarna schoot hij naar rechts weg. En dat is gezien de situatie gemeld door die man van die andere post, van het CNA, die wel genoemd mag worden, richting Doldersweg. Dat klopt, dat is zeer juist. En dat beestje ging in enorme snelheid zo naar boven toe. In één keer licht weg en alles weg. Ja. Nou, wat moet je er verder op zeggen? Eerst geluid weg, toen ding weg. Niks meer. Het was in één keer boven mij. Toen hij boven mij hing, boven de bank op dan. En toen ging in één keer het licht uit, dat heb ik ook gezien. En toen ging hij bij mij gewoon langzaam over verder. Ik heb hem overzien gehaald met licht uit. Hoe zag hij toen uit? Nou, dat heb ik helemaal niet meer kunnen zien. Gewoon een grijs geval. En die punt heb ik nog wel kunnen zien. En de rood knipperende lamp dan. Die lamp bleef doorknipperen. Knipperen? Ja, of knipperen aan. Ja. Ik heb een grijze geval gezien. Het land, het velden ging uit, ja. Dit is de VPRO op Hilversum 2. Uw verslaggever in dit programma ben ik, Filip Scheltema. Voor de luisteraars die later hebben ingehaakt, het gaat over een zogenaamde UFO-waarneming door een peloton bewakingsmensen op de vliegbasis Soesterberg. Dat gebeurde in de nacht van 2 op 3 februari jongsleden. We waren net bezig aan de reconstructie die door de luchtmacht was georganiseerd voor deze radioopname. Daarbij was dus ook de voorlichtingsofficier van de basis, kapitein Jan Kastemuller. Vlak na die bewuste nacht van februari is er een rapport opgemaakt. En de inhoud daarvan hebt u in het begin kunnen horen. Dat rapport werd opgemaakt door de pelotonscommandant, de sergeant 1 van Vliet. En met behulp van gegevens van de weerkundige dienst, de zogenaamde meteodienst van de vliegbasis, is onder supervisie van de commandant van de basis een verklaring voor dat verschijnsel opgesteld. Kapitein Kastemuller leest die verklaring nu voor tijdens de reconstructie. En hij doet dat in aanwezigheid van die mensen van de bewakingsdienst die nacht het verschijnsel hebben waargenomen. Nou, het onderzoekje, ja, het is een onderzoek wat zich heeft voltrokken kort daarna. En wat eigenlijk meer was een naast elkaar leggen van een aantal feitelijkheden, een aantal waarnemingen van de meteo, die vrij grote zekerheid vast kon leggen. Verder een aantal omstandigheden vermelden. En daar met de waarnemingen van het LP-personeel proberen te komen tot een veronderstelling. Meer wil het niet zeggen. Het is misschien geen afdoende conclusie, maar het is een veronderstelling. Nou, die veronderstelling die luidt dat zij waarschijnlijk te maken hebben gehad met reflecties, met wat dan genoemd wordt een inversie. Dat is een scheidingslaag tussen warme en koudere lucht. Dat was er op dat moment op twee hoogten. Op een hoogte van 250 meter en een hoogte van 4500 voet. En daar waren twee, wat men dan noemt inversies. En dan zou je dus door een luchtspiegeling zou je lichten kunnen zien die elders geproduceerd worden. En dat kunnen rijdende auto's zijn, dat kan van alles zijn. Dat is, ik vind het leuk. Dat is dat, dat er een sterke, stabiele inversie was, waardoor een hard spiegelend vlak is ontstaan. Het idee van luchtspiegelingen in de woestijn. Dat is de veronderstelling. Ja. Ik
ken die de positie op plaats waar het waarom is dat onmogelijk. Ja. Dat kan nooit. Daar moet ik te plekken afgekeurd worden voor nachtdienst. Ik heb geen goede ogen meer. Het noorden ligt, dat heb ik ook wel eens gezien. Zullen we dan lampen? Dat is moeilijk hoor. Om waar te nemen op die baan. En trouwens, waar moet vandaan komen die weerspiegeling? Nou, ze willen UFO ergens anders. Ja, zo'n naam weet ik veel hoe dat heet, hoe moeilijk gedoe. Dat vind ik allemaal heel mooi verzonnen voor iets wat ze niet kennen verklaren. Gewoon. Maar heeft die man het zelf ook gezien? Of heeft hij het niet gezien? Nee, dat is zijn conclusie. Nee, nou, als hij dat had gezien, had hij nooit dat opgeschreven. Dat is gewoon geschwets, man. Dat is waar, ja, als je het zelf gezien had. Ja, dan had hij dat nooit opgeschreven. Als jij nou een tandpas zat te kijken, dan zeg je ook niet, hij is een mooie luchtspiegeling. Dus dat zuiver, je ziet toch zuiver wat overkomen. Dan gaan ze namelijk ook praten over een bepaalde moeilijke periode. Hè. Bij een nachtdienst heb je een moeilijke periode. Hè. Die schommelt zo tussen de 3 uur en de 5 uur, 5:30. Dat is bekend, ja. Ja? Nou, het komt bij meer mensen voor. Ja, ik ook. Maar nou, die moeilijke periode was voor mij, die was al lang voorbij. Ja. Die was al lang voorbij. Je raakt ik dan namelijk de laatste 2 uur. De laatste 2 uur werd ik dus niet meer op post gesteld. Dus was ik vrij, kon ik doen laten wat ik wil. Alleen niet weggaan. Dus je zit een beetje te doezelen boven het wachtgebouw. Daar heb je een rustplaats eigenlijk. Daar mag je wel niet naar bed gaan hoor. Maar, je zit er een beetje te doezelen, je zit een spelletje kaart nog te spelen met de jongens. En dan gebeurt er ineens zoiets en dan word je als het ware naar beneden geroepen. Omdat je vindt het sensationeel en je gaat kijken. Dus als bepaalde mensen beginnen over, ze zullen wel een geschwits in de ruimte hebben, ze zullen wel wat gezien hebben. En luchtspiegelingen en het zal wel een auto op de weg geweest zijn. Dat is volstrekt niet waar. En dat had je. Okay. Ja, je bent pas op met z'n tienen, laten we niet vergeten. We zitten hier met z'n tienen. Ja. Is er geen auto voorbij vliegen? Nee. Dat is gewoon onzin. Is dat? Dan had hij er een uur lang moeten staan of zo. Ja. Misschien een lesauto, maar het is op. Ik vind dat die auto dan wel gauw knap wegschiet ook. Kan je een totale tijd geven wat het totaal geduurd heeft? Dus zeg maar, nou, vanaf bij de hoofdpoort, want wij hebben dat gezien, ongeveer 5 minuten hebben wij hem gezien. Toen verdween hij achter die gebouwen daar. Ja, maar we hebben zeker een uur lang daarna gebrom gehoord. Gewoon van iets in de lucht, maar wat? We kijken nog omhoog, zien we nog wat? Niks. Zagen helemaal niks door de lucht en zeker geen autogeluid. Dan weet ik pertinent zeker. Maar het was gewoon gebrom in de lucht. En wat het was, dat weten we niet. En het was wel hetzelfde geluid van toen dat voorwerp langskwam. Toen die weg was, dat je dat geluid hoorde. En dat hebben wij een uur daarna nog gehoord. Maar is het alleen het geluid of ook het zien? Nee. Dus wat je met je eigen ogen hebt waargenomen, zou dat ook een luchtspiegeling kunnen zijn? Wat je gewoon gezien hebt? Wat ik heb een lichtstraal op die landingsbaan gezien. Ik heb die baan duidelijk gezien dat die beschenen werd door die lamp die naar beneden ging. Raakt je dit wel? Ja, voor mij duidelijk. Als ik op dat moment daar had gestaan, had ik netjes een boek uit kunnen lezen. Zo sterk was het nog. Ja, maar het is wel abnormaal als dat nou een luchtspiegeling was, dan is het wel heel toevallig. Hij gaat eerst heel de basis rond. En hij is zeg maar klaar om te kijken of wat dan ook, wat dat ding komt doen. En dan gaat het licht uit en woeks, weg is die. En dan kan dat toch geen luchtspiegeling zijn? Nou, wacht even, 1 rechte lijn hebben we het over gehad. Ja. Op 1 na is het 1 rechte lijn geweest. Ja. Dus niet dat hij een rondvlucht maakt. Nee. Nou, dus van begin af naar het einde zeg maar. Dus dat hij alles heeft beschenen. Zo zie ik het tenminste hoor. Het leek mij meer als een ding wat zeg maar beschijnt en kijkt. En hebben meer mensen die lichtbundel gezien? Ja. Dus dat er ook de grond beschenen werd? Niet dat je de grond kon zien, maar je kon wel gewoon 1 straal licht zien zo naar beneden. Toen die stilling was dat. Dan kon je gewoon een straal. Ik kan me goed voorstellen wat hij gezien heeft vanaf die hoofdpoort. En 1 heeft de grond misschien gezien. Ja. Nou, wij drie. Vanaf die hoofdpoort kijken wij precies een stukje van die baan te zien. Kun je precies op een stukje kijken? Ja. En dat hebben we details van de baan, strepen. Nee, er staan daar de strepen op de baan. Je ziet gewoon die lichtbundel, die zie je gewoon op de grond komen. Die zie je gewoon recht naar beneden schijnen. Een zaklantaarntje waar je op de grond en op. Ja, hun staat iets alleen hoger. Alleen dat wel licht. De hoofd zit iets hoger, dus hun kunnen op de baan kijken, zwaar. Dus hun zien een stuk, een kilometer van de baan ongeveer. Kunnen hun zien, tussen de hangars door. Die plek op de baan, zag je die ook bewegen? Nee. Heb je nog gezien dat hij iets bescheen, dus daadwerkelijk dus iets op de korrel nam? Dus. Ja, wij hebben er zelf over gehad van dat ding dat maakt foto's of zo. Ja, dat dacht ik. Dus gewoon een vliegtuig dat foto's maakt. En we gingen er later over praten, nou dat wordt wel opgelost links en rechts en dat kan toch nooit iets vreemds zijn.
Zo hebben we erover gepraat. En zoals het bleek, was het gewoon dat hij iets bescheen. Wat hij bescheen, dat weten we niet. Maar hij kwam over die baan heen dan. En dat bescheen hij dan. Maar ik weet niet hoe hij verder is gegaan. En het leek wel of hij nou zo langzaam dat hij ging dat hij gewoon foto's nam of zo. Ik weet het niet. Hij kwam even om te kijken wat er aan de hand was hier. Wat er precies aan wat er hier gebeurde en zo. Behalve voor die reconstructie heeft voorlichter kapitein Jan Kastemuller die verklaring nog eens een keer voor de radio voorgelezen. U hoort hem dus nog een keer, eerst namens de luchtmacht en dan nog eens een keer, en dat is tamelijk kenmerkend, namens zichzelf ook. Dus de kapitein Jan Kastemuller van de voorlichting van Soesterberg, maar dan dus in die aparte verklaring voor de radio. We hebben het dus gehad over een ongeïdentificeerd voorwerp. En het kan me voorstellen dat de Koninklijke Luchtmacht een beetje moeite heeft met een verschijnsel als een UFO. Wat is een officiële verklaring voor wat er gebeurd is? Daags daarna, de volgende morgen, is er door de commandant vliegbasis een onderzoekje ingesteld. Waarbij hij voornamelijk is afgegaan op een aantal meteogegevens die door de meteodienst van de vliegbasis Soesterberg zijn geleverd. En dacht ik het beste is dat ik ze even voorlees. Die kwamen er als volgt op neer. De temperatuur die ochtend was 2 graden onder nul. Vochtigheidsgraad 77%. De wind was noordwest. Snelheid 9 knopen. De bewolking was een 8/8 op 4500 voet. Het zicht was 25 kilometer en de luchtgesteldheid was stabiel te noemen. Verdere feiten die geconstateerd konden worden, was dat er op dat moment dat de waarnemingen zijn gedaan, er geen sterren aan de hemel stonden, wel een ondergaande maan. Het was wat bewolkt, het was een wat schitterend zicht. De bewolking die er hing nogal laag. Weinig wind, geen lawaai, gesuis. Het was vriezend weer. Wegdek was bevroren. Er lag sneeuw. En er zijn in de buurt van de vliegbasis en op de vliegbasis stijgende en dalende wegen. Nou, deze gegevens, daar is de commandant vliegbasis met wat mensen hebben zich daarover gebogen. En die zijn gekomen tot een verklaring voor de waarnemingen. En die verklaring luidt dat er sprake is van een inversie op twee hoogtes. Een inversie, dat is een scheidingslaag tussen warme en koudere lucht. Op twee hoogtes, waardoor een soort van bolle spiegeleffect ontstaan is, waar dus lichten in gespiegeld kunnen hebben, die dus elders geproduceerd zouden kunnen worden, zouden kunnen zijn geworden. Ja. Dat is de verklaring en daarmee was eigenlijk deze zaak met dit onderzoek voor de vliegbasis Soesterberg afgedaan. Ja, als men dus een object ziet wat nader geïdentificeerd moet worden, dan heeft men elektronische hulpmiddelen om dat te doen op het radarscherm. Als een positief resultaat, een identificatie uitblijft, dan beschikt de luchtmacht over een aantal luchtverdedigingsjagers, een aantal straaljagers, die op een aantal vliegbasis in Nederland op een paar minuten status paraat zijn. En die worden dan in een uiterst geval gescrambled, gemobiliseerd en die gaan de lucht in. Die zijn binnen een paar minuten in de lucht en die worden erop afgestuurd. En nou, dat is een vrij of dat is een effectief systeem van een luchtruimbeveiliging. En dat is natuurlijk onze taak hier als luchtmacht. Waarbij een NAVO-verband dit gedeelte van Europa daar de verantwoordelijkheid over hebben. UFO's, ja. Er is niet iets waargenomen op de radar. Anders waren er andere dingen gebeurd. Dat wil zeggen dat daarmee de zaak voor de luchtmacht afgedaan is. Er is niet iets waarneembaars geconstateerd. Mm-hmm. Maar er is wel iets waargenomen door een aantal manschappen. En daar kan de luchtmacht dus ook niet helemaal omheen. Dat betekent dat deze verklaring wel overeind blijft staan, maar dat er misschien nog wat persoonlijkere verklaringen te vinden zijn.
kunt u die zelf geven. Een persoonlijke verklaring voor wat er nou is gebeurd. Ja, heel persoonlijk. Kijk, ik heb dit onderzoek, de conclusie van dit onderzoek gelezen. En ik kon me daar redelijk in vinden. Tot het moment dat we voor deze radioreportage zeer uitgebreid bezig zijn geweest met het personeel van de luchtmachtbewaking van de vliegbasis. En waarbij, moet ik eerlijk zeggen, er zoveel gegevens op tafel zijn gekomen die... waar ik ook geen raad mee weet. Ik persoonlijk gesproken, weet ik het niet, vliegende schotels. Ik vond het altijd onzin. Maar ik wil die jongens die dit hebben gezien, door de verklaringen die ze hebben gegeven, zeer serieus nemen. Maar ik heb er persoonlijk geen verklaring voor. Ik blijf ermee zitten. En ik denk dat de luchtmacht er misschien ook een beetje mee blijft zitten, want... Deze jongens hebben heel duidelijk laten blijken dat ze niet genoegen nemen met bijvoorbeeld het verschijnsel luchtspiegeling als verklaring voor wat ze gezien hebben. Dat blijkt dan dat er tussen de officiële verwerking van de gegevens van deze waarneming en de persoonlijke waarneming toch een kloof blijft bestaan. Zou dat leiden tot eventuele veranderingen in een onderzoek bij de Koninklijke Luchtmacht om bij dat soort waarnemingen misschien een andere methodiek te volgen in de toekomst? Het aantal waarnemingen dat centraal gemeld zou moeten worden dan bij de luchtmacht, wat niet het geval is. Al die waarnemingen die verschijnen in blaadjes van ufologen, mensen die zich hobbyistisch bezighouden met het verschijnsel. Daar lees je de waarnemingen in. Er is niet bij de Koninklijke Luchtmacht een bureau ufo-meldingen. Voor zover mij bekend is een dergelijk meldingsbureau nergens aanwezig bij enig overheidslichaam in Nederland. Wat anders is dan een aantal andere landen, in de Verenigde Staten, in Canada, in Australië. Daar is door de overheid zijn bureaus, centrale meldingsposten gecreëerd. En dan dacht ik dat die meestal door luchtmachtpersoneel worden gerund, waar die meldingen centraal binnenkomen. Daar kan elke burger die iets ziet, die kan een telefoonnummer bellen en die kan zijn ei kwijt. En daarmee geloof ik dat je komt tot een centrale bundeling. Dat is in Nederland niet het geval, omdat er weinig meldingen zijn. Meldingen die er zijn, die zijn ongecontroleerd, komen niet centraal ergens binnen. Ik geloof dat het een goede zaak is dat het wel zou moeten. Of dat bij de luchtmacht zou moeten plaatsvinden, dat is een tweede. Maar ik geloof dat het prettig is als mensen in Nederland weten dat als ze iets zien wat te maken heeft met een UFO, dat ze een bepaald telefoonnummer kunnen bellen. Zoals wel blijkt is de verklaring die na dit voorval door de luchtmacht officieel is opgesteld verre van bevredigend. Ze laat veel te veel vragen open. Bijvoorbeeld die suggestie dat er om het vliegveld hellende wegen zouden zijn, waarop dan een lichtbron zich had moeten bewegen, waarschijnlijk een auto of zoiets, die het verschijnsel in de lucht via die zogenaamde terugkaatslagen, die inversielagen, had moeten teweegbrengen. Nou, ik heb het even geprobeerd om dat vliegveld heen met mijn eigen auto, zo'n 50, 60 kilometer rijdende. Er zijn inderdaad wat hellende wegen, maar die zijn allemaal tamelijk bochtig, die hellingen zijn kort. En ik kon geen situatie bedenken toen ik daar reed, waarbij ik langer dan een minuutje misschien zo'n verschijnsel met felle koplampen in zo'n inversielaag teweeg had kunnen brengen. Ook het onderzoek dat tot deze verklaring leidde, was niet al te grondig in eerste instantie. En natuurlijk is zo'n instelling als de luchtmacht daar ook niet erg op ingesteld. Inmiddels is er op diezelfde basis Soesterberg begin maart, dus een maand later dan het geval dat we in deze uitzending behandelen, weer een omvangrijke waarneming geweest. Deze laatste keer echter door de Amerikaanse gasten op Soesterberg, de luchtmachtmensen in het Camp Amsterdam, dat in deze uitzending ook wel eens raljerend CNA werd genoemd door de manschappen. Het ziet er naar uit dat over beide waarnemingen in luchtmachtkringen het laatste woord nog niet is gesproken. Er is kans op meer onderzoek en meer reconstructie en het ziet er ook naar uit dat men zich in wetenschappelijke kringen voor deze gebeurtenissen binnen de luchtmacht zal gaan interesseren, maar daarover straks meer.
In Amerika is, tussen haakjes, al sinds enkele maanden een dergelijke ontwikkeling gaande tussen wetenschap en luchtmacht. Via president Carter, zelf nogal geïnteresseerd in UFO's blijkbaar, hebben daar liefhebbers en wetenschappers druk geoefend op de luchtmacht, die in de Verenigde Staten over zeer veel gegevens van UFO-waarnemingen schijnt te beschikken. De bedoeling is om deze gegevens dan zo snel mogelijk in de openbaarheid te krijgen. Tot besluit van het relaas op Soesterberg krijgt u nog één keer sergeant 1 van Vliet te horen. Hij was dus de commandant van het bewakingspeloton dat in de vroege ochtend van 3 februari de UFO-waarneming deed. Hij praat verder over de reacties binnen zijn groep. Na die dienst waren we dus maandag weer bij elkaar, opnieuw weer om de dienst aan te vangen. Toen kwamen toch wel andere reacties los over het vertellen tegen vrouw, verloofde, familieleden enzovoort. En iedereen had er toch een eigen visie over. Als ik over mezelf mag praten, keek ik mijn eigen vrouw, die zat mij een beetje verbaasd aan te kijken. Ik heb het nog tegen een goede kennis van me verteld. Ik had het idee dat hij dacht dat ik hem in de boot nam, dat ik een geintje zat te vertellen. Dat is niet zo'n prettige ervaring. Daarna heb ik tegen mijn vrouw gezegd, ik stop ermee, ik vertel het niemand meer. Iemand die er iets van wil weten, dan moet ik eerst goed op de hoogte zijn wat hij ermee bedoelt. Argwanend ben ik geworden. Toch heb ik het gezien. En toch, het is moeilijk om te vertellen, want je wordt zo gauw, zelfs een woord gehoord van, leiders niet aan hallucinaties. En dat vind ik een beetje, dat prikkelt bij mij. Er wordt wel eens gezegd dat je om die tijd van de nacht, of even gezegd van de ochtend, aan het eind van een dienst toch wel eens wat vatbaarder bent misschien voor bepaalde indrukken. Begrijpelijk, zeer begrijpelijk. Kijk, we draaien al zo lang, zo vaak. We zijn het zo gewend dat bij ons bestaat haast de kans niet om te verslappen. Doordat je dus steeds met andere dingen bezig bent. En totaal de slaap of verslapping van de persoon haast niet mogelijk is. Zeker dit op een zodanig tijdstip. Dat is zo, wat ik dus gezien heb daarna, de verbazing van die mensen, kan het volgens mij niet van sprake zijn. Zo'n peloton bestaat uit hoeveel man? 12 man? Ongeveer? Nee, peloton is wel groter. Zo'n bewakingspeloton. Nou, als u zegt het aantal mensen dus dat meedeed, kunt u op al die mensen even veel staat maken wat hun betreft hun nuchtere waarneming? Of zijn er wel wat uitzonderingen te noemen? U hoeft natuurlijk geen namen te noemen daarbij. Nou, deze mensen, het gaat dus om 12 man. Heel toevallig, maar het zijn wel oudere mensen. Langer in dienst zijn er zelfs inmiddels nu van deze groep zijn de mensen afgezwaaid die hun dienstplicht vervuld hebben. En de rest is praktisch beroeps- en KVV-kader. Dus met een behoorlijke dienstervaring. Dus je kunt eigenlijk op allemaal behoorlijk staat maken? Ja, die wel. Deze groep wel. Ja. Hebt u vervolgens, toen het thuis of in privékring niet zo best bespreekbaar leek, wel gebruik gemaakt van de gelegenheid om het onder collega's, dat wil zeggen onder mensen die binnen het peloton werkten, om het daar wel goed door te praten? Jawel, die maandag drop wat ik daarnet al zei. Ja. Maar daarna ook nog? Daarna ook nog wel, maar het werd toch wel minder. De behoefte ook werd minder? Jawel. Omdat dus ook uit eigen kringen, we hebben nog meer groepen daarvan, ook wel bepaalde opmerkingen werden geplaatst. Wat de jongens ook tot denken zetten en ook wel voor zichzelf besloten om daar maar over te gaan zwijgen. Met die verstanden dat wij onder elkaar hebben gezegd van wij prijzen onszelf gelukkig dat we dit gezien hebben. Wat het geweest is, moet u mij niet vragen. Ik heb iets gezien, ik noem het maar een object. Ja? En dan in de lucht. Het zal misschien nooit meer gebeuren dat ik het zie. Daarom ben ik toch wel blij dat ik het gezien heb. Ik zal het u ook niet vragen, Sergeant van Vliet, maar er werd de term gebruikt, en dat zullen we straks in het programma ook horen, luchtspiegeling. Wat zegt u dan? Als dit een luchtspiegeling is, dan moet het veel vaker voorkomen. Waarom heb ik het dan op andere nachten niet gezien? Ik ben zo vaak hier straks. Dat is mijn antwoord hierop. U moet daarom lachen? Dat wel, ja. Daar moet ik om lachen, ja. Nogmaals, ik ben blij dat ik het gezien heb. Ik hoop dat, ik gun het anderen ook. Ik hoop dat ze het ooit eens zien. Dan weten ze wat wij gezien hebben. Ondanks de angst die je eventueel kan krijgen op zo'n moment, even versteend zijn omdat je niet precies weet wat je ziet? Ja, angst. Ik ben zelf, maar dat is persoonlijk, erg nuchter. Angst heb ik bij mezelf niet ontdekt. Toch wel misschien bij anderen, maar hoe beleven hun die angst? Ik kan niet in die mens kijken. Dat gaat boven mijn vermogen, dat kan ik niet zien. Maar zelf, als ik over mezelf mag praten, nee, angst. Ja, wat is angst? Ik had als angst gehad, maar dat was heel wat anders.
En hier is dan weer Philippe Scheltema om nog even terug te komen op het begin van het programma. Ik heb toen gezegd dat ik aan de zogenaamde UFO-verschijnselen voor mijzelf niet zoveel conclusies kan verbinden. Maar om misschien aan deze waarneming die op de vliegbasis Soesterberg is gedaan, toch nog een conclusie te kunnen verbinden, heb ik uitgenodigd hier in de studio iemand uit de wetenschap, te weten dokter W. de Graaf, die lector is ruimteonderzoek aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij is ook sterrenkundige adviseur van een werkgroep die in Nederland bestaat en die zich bezighoudt met het UFO-verschijnsel en ook met het onderzoek naar de UFO-meldingen die in Nederland worden gedaan en die ook vergelijkt met het buitenland. Meneer de Graaf, hoe plaatst u wat u nu hebt gehoord met betrekking tot andere meldingen en waarnemingen van UFO's die in Nederland zijn gedaan? Ik moet zeggen dat het een uitgebreide en goed gedocumenteerde melding is. Een bijzonderheid is onmiddellijk al dat het door een aantal mensen gelijktijdig gezien is, of bijna gelijktijdig, en niet alleen van één punt uit. Dat maakt de meting op zich een stuk waardevoller. Ik zeg meting, ik bedoel waarneming, maar het verschijnsel zelf vertoont enige overeenkomst met wat soms wel eens vaker wordt gezien. Ik dacht dat we hier in Nederland een paar jaar geleden ook wel eens een verschijnsel hebben gezien waarbij, of een melding daarvan hebben meegemaakt bij Putten in Noord-Brabant, waarbij een, naar ik meen, drietal lichtverschijnselen waargenomen zijn. Het belangrijke vind ik dat is dat die mensen, ook als ze van verschillende punten hebben waargenomen, een vrijwel hetzelfde verschijnsel beschrijven. Mm-hmm. Ook het feit dat die mensen een nogal sterke band met elkaar hebben, wat zegt dat bij dat soort waarnemingen? Het feit dat ze vrij regelmatig met elkaar een dergelijke, vrij concreet soort werkzaamheden vervullen als een bewakingsdienst van een vliegveld. Hoeveel dat precies zegt voor de betrouwbaarheid van de waarneming kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik ga ervan uit dat die mensen precies datgene gezien hebben, of bij benadering datgene gezien hebben wat ze beschrijven, dat ze dus eerlijk zijn in hun uiteenzettingen. En dan moet ik zeggen, dan is het feit dat ze daar gewend zijn op wacht te staan, dat ze dus ongetwijfeld veel moeten hebben meegemaakt in de lucht en op de grond en zo in de loop van die tijd, dat is van veel belang. Het is geen garantie tegen misvattingen. Als ik wat dat betreft even in mag gaan op die officiële luchtmachtverklaring, dat het een luchtspiegeling zou zijn geweest van mogelijke auto of andere lampen verder weg. Luchtspiegelingen, dacht ik, zover ik weet, kunnen alleen bij vrij vlakke weerspiegeling plaatsvinden en niet bij loodrechte. Als er dus sprake zou zijn van lichtverschijnselen die vrijwel recht boven zijn geweest, dan zie ik niet goed hoe ik dat met een luchtbespiegeling kan rijmen. Ook heb ik moeite met die verschillende lichtbronnen die gelijktijdig te zien geweest zijn. Onder andere die rode lamp. Ik zie niet goed waar die bij een luchtspiegeling van autokomplampen vandaan moet zijn gekomen. Ik wil de verklaring niet absoluut uitsluiten. Maar hij zou naar mijn gevoel grondiger onderzocht moeten worden dan, zover ik nu begrepen heb, het geval geweest is. Als u de mededelingen van de manschappen vergelijkt met die luchtmachtverklaring, waar tendeert uw belangstelling het meest naar? Zonder meer naar die van de manschappen natuurlijk. Ja. Die verklaring, die zoals gezegd, die maakt op mij niet de indruk nou echt grondig van alle kanten overwogen te zijn. Dan nog één vraag. Als u als wetenschappelijk onderzoeker dit allemaal gehoord hebt, zou dit voor u een aanleiding zijn om inderdaad wetenschappelijk onderzoek verder te gaan verrichten in deze richting? Ook in de wetenschap, dat blijkbaar op 2 maart, dus een maand later dan deze waarneming die we nu net in het programma gehoord hebben, in het Amerikaanse deel van de luchtmachtbasis Soesterberg weer een waarneming is gedaan door ook een vrij grote groep mensen. Alleen dat waren Amerikanen en ik heb ze dus verder niet bij dit programma willen betrekken, omdat je dan met het taalprobleem zit. Nou, ik zou graag willen bevorderen dat zulke meldingen zo grondig mogelijk onderzocht worden natuurlijk. Want het is onbevredigend als je blijft zitten met waarnemingsverschijnselen die niet verklaard kunnen worden. En wat dat betreft wou ik graag nog even iets zeggen over een opmerking die door dit hele programma heen klinkt van mensen die
bang zijn om uitgelachen te worden. Ik geloof dat het een erg betreurenswaardige situatie is dat vooral UFO-meldingen in de sfeer van het lachwekkende getrokken worden. Want als er iets is wat een enigszins objectief wetenschappelijk onderzoek van zo'n verschijnsel belemmert, zo niet onmogelijk maakt, dan is het een dergelijke houding. Je kunt onmogelijk iets doen, iets nuttigs doen, wanneer je de mensen in een situatie brengt dat ze niet durven zeggen wat ze gezien hebben. Ja. Ze moeten ook niet fantaseren liever, maar ze moeten bepaald wel gewoon eerlijk kunnen zeggen wat ze gezien hebben. En dan is het verder van het resultaat van het onderzoek af te wachten, wat dat waard geweest kan zijn. Maar dan nog is het geen enkele reden om die mensen belachelijk te maken. En dan nog dit. De kapitein Jan Kastenmuller zei in dit programma dat hij eigenlijk in Nederland een centraal meldingspunt voor UFO-waarnemingen miste. Hoe zit dat daarmee? Er is een centraal meldingsnummer, weliswaar niet officieel, maar van die eerder genoemde werkgroep NOBOVO. Dat is het nummer 05954, abonneenummer 2901. 05954, abonneenummer 2901. Dit was dus een uitzending Express VPRO over een zogenaamde UFO-waarneming gedaan in de nacht van 2 op 3 februari op de vliegbasis Soesterberg door een peloton van de luchtmachtbewaking. Aan deze VPRO-uitzending werkte mee Dick Luchtenburg, Ruud Kars, Fineke Diamant, de kapitein Jan Kastenmuller, die er niet in gelooft, adjudant Proosten, die er wel in gelooft, beide heren dus van de voorlichting basis Soesterberg, Dick Kaat, Willem de Graaf, de mensen van het luchtmachtbewakingspeloton, en samensteller was Philippe Scheltema.